Een hele goede dag, mensen. Ik weet niet dat ik dag. Ik weet ook niet meer of ik dit opneem, maar terwijl ik dit upload, nog wel een goede dag. Ik heb hier een nieuwe video. Ik ga met jullie hebben over het heilige ding wat er is in Nederland. En dat is het vaccineren van COVID-patiënten. Waarom ik dit vertel is waarom ik wil gevaccineerd worden. Deze video komt op YouTube te staan. Dus daar kijk je natuurlijk niet naar, maar ja, toch even te zeggen. Voor de tweede keer ga je naar IGTV. Maar deze keer komt op YouTube te staan. Dan heb ik iets meer bereik en iets meer mensen voor deze video. En waarom ik gevaccineerd worden, dat ga ik jullie vertellen na de intro. En ik hoop dat jullie het leuk vonden vinden. Zet even een duimpje omhoog. Vergeet niet wat dan om mijn kanaal te abonneren als je niet onder nieuw bent. Dat zou ik het echt leuk vinden. Goed. Mensen, waarom ik me zou vaccineren is omdat ik het A zelf wil. En B, niet voor de anderen, maar ook. Ja, niet voor de andere mensen, maar ook lekker voor mezelf. Maar ik vind wel, moet ik heel eerlijk zijn, dat ik het wel een beetje vind. Als je niet gevaccineerd wil worden, moet je ook niet heel veel zeiken over lockdown, avondklokken en gaan we dingen door. Dan moet je niet over gaan zuren en gewoon zitten zeiken erover. Want dat heeft toch geen zin. Dan vind ik ook wel, als je niet, morgen vind ik wel dat je gevaccineerd kan worden. Want als je niet gevaccineerd kan worden, moet je niet erover zuren over. Niet over gaan over aanstellen. Ik wil niet. Ik vind dat een avondklok van kut. Ik ben avondklok schijt. Dat vind ik dat je dat niet moet zeggen, want als je je vaccineert, heb je in de toekomst meer dingen om te doen. Zoals naar evenementen gaan, zoals naar beurzen, naar restaurants, naar musea's, gaan we door. Ik vind het wel dat je dat, daarom doe ik het ook voor mezelf, maar ook voor mezelf in de toekomst. Dat ik gewoon lekker weg kan gaan naar musea's, dan gaan we ook naar de musea's. In de vorige dingen. Dus ja, daarom laat ik mezelf ook lekker vaccineren. En ik zie wel hoe het gaat lopen in de toekomst. En je kan ook vooruit kopen. En je moet weten hoe het klopt wel vooruit. Ja, er wordt toch niks voor vaccinatieplan. Maar goed, het is zoals ik wil, zoals ik denk. En ja, ze doen dat niet van joh, weet je, ik vind het wel fijn om te laten vaccineren. Want dat kan komen in de toekomst. Hoe ik dan eruit kom, zie ik dan wel. Ja, ik denk, ik heb er een sketch erover. Nee, ik heb er denk ik over nagedacht wat ik wil en het is wat ik wil. Ik wil ook laten vaccineren, lekker voor mezelf. En ook, ja, lekker voor mezelf. Mezelf niet te veel met te maken kan hebben. Dat ik gewoon lekker weg kan in de toekomst. Naar concerten gaan, naar bussen, naar evenementen, gaan we door. Daarom. Dus de vaccinatie er ook voor. En natuurlijk ook voor jezelf, maar ook voor dat je in Nederland jezelf kan versoepelen. Daarom is de vaccinatieplan er ook voor. En niet anders. En daarom is het wel een beetje, ik vind het een beetje raar om te gaan zeggen, goh, ik wil wel de vaccinatie blijven, ik hoop wel goed blikker. Hoe weet je dat nou? Heb je het niet eens gehad? Wel, of ik krijg het helemaal niet. Als je niet wil, moet je niet over zeiken over lockdown, of avondklok, of wat dan ook, andere dingen wat ik net over zei. Dus een beetje raar als je dat gaat denken, goh. Dan denk ik mezelf, joh, weet je. Moet je lekker laten vaccineren. Dan heb je geen gezeiken meer erover. Dan kan je natuurlijk ook lekker dingen doen wat je wil, als vroeger. Kan je, als je niet naar een restaurant wil ooit, moet je laten testen. Ik natuurlijk ook wel na de vaccinatie, dat is een ander verhaal. Maar een andere manier, jij moet maar 24 uur in quarantaine blijven of 48 uur. Ik hoef dat waarschijnlijk niet. Ik kan zeggen, ik kan testen, ik kan doorrijden. Of ik kan naar huis toe, ik kan andere dingen doen. Terwijl ik al gevaccineerd ben. Dat denk ik erover en niet anders. Anders is een andere manier, weet ik of ik het mogelijk zeggen. Niet te veel negativiteit in mijn comments graag. Daar ga ik er niet over lezen overheen. Als mensen gaan over zeiken over doe ik het niet, ga ik er niet lezen. Dat vind ik bij die comments wel ooit een keer. Want dan kun je dat mensen gaan zeggen, goh,
Ook s'nachts blijft de poef al geweest. Hoe weet je dat nou? Je hebt niet eens gehad. Je hebt mij wel helemaal niet eens gehad. Weet je nou, zo s'nachts blijft het niet kloppen. Weet je dat nou? Echt. Hoe dom kan je zijn? Maar goed. Daar zijn mijn mening over. En ja. Hij meent zijn mening. En dat soort dingen, weet je. Mooi, vind je het leuk? Dan zet ik een vette duim omhoog. Vergeet je om te abonneren als je nieuw bent. Zit je elke dag om 8 elke dag. Elk weekend om 11 uur een nieuwe video of zo. Ik graag. Zit je allemaal IT-stories. En stories staan wanneer ik video's upload. Qua extra's. Dus ik zeg het wel tot de volgende.